Ellen Vogel zag het leven eigenlijk niet meer zitten sinds 3 jaar geleden haar lieve man Jimmy overleed. Ondanks het feit dat allerlei jonge vrienden haar mee bleven nemen naar het toneel, ze kwam heel vaak in de Haagse Schouwburg, vond ze er niks meer om. En als ze dan op weg was naar die voorstellingen in de foyer, liep ze mensen soms straal voorbij. En dat kwam niet omdat ze geen belangstelling had voor die mensen, maar gewoon omdat ze hen niet zag. Want haar ogen gingen op het eind van haar leven wel heel erg achteruit. Tijdens een interview wat ik met haar had, zei Ellen op een gegeven moment: ik vind het zo jammer dat ik niet in God geloof. Want dat zou zo troostrijk zijn nu ik in mijn laatste dagen ben gekomen. Ik hoop dat Ellen deze dagen wordt verrast.